Over ben jij lief. Net zoals er zijn een hoop, zoals Roos en Ouwe begeleidster. Die dacht dus altijd dat Roos namelijk asexueel is. Dus ik heb totaal geen seks meer. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Hoe toevallig nog steeds. Ja, het is vandaag donderdag 9 december 2021. Het is nu 10:45 in de ochtend. Ik moet nog een hele hoop doen. Dat ga ik zo meteen met jullie delen. En ik wens jullie sowieso heel veel kijkplezier bij deze gloedje nieuwe vlog. Ik heb hier twee hele lieve honden. Dat is deze dame. Hai, kom hier. Monsieur. En dat is deze dame. Wat gaan jullie allemaal vertellen dan? Hey. Oh, er komt er nog eenmaal iemand aan. Jee. Oh ja, kom hier. Ja, kom. Hai, kom eens hier dan. Kom hier. Nee, dan moet je hier komen. Kom. Holy. Ga ik niet allemaal vertellen? Ja, je bent lief. Ja, je bent lief. Nee. Kijk, en daar hebben we Lady. Hi, kom eens hier. Kom. Ja, kom hier liggen. Ja, Lady. Hi, Lady. Ja, nou. Hi. Ga liggen dan. Zo, een beetje zakken. Goed zo. Oh, wat zijn jullie ook lief ook weer, hè? Ja, Emma, nou ben je niet in beeld, schatje. Oh, zo, nu wel. Ah, best slim. Nee. Kom dan, kom hier. Dan niet. Kom eens hier, Jutti. Lady. Oh ja, oh ja, heb je net zoveel te vertellen dan? Heb jij zoveel te vertellen dan? Verleden krijg ik kusjes hoor. Ja. Allemaal kusjes. Hé, leid. Wellest. Wellest. Jutti. Kom hier. Kom erbij. Hé, twee. Kom dan. Kom. Dan niet. Wat is er allemaal? Pepperkind. Zo. Ja, Sielepiet. Oeh. Kom, wat gaan we doen met die dikke billen van je? Wat gaan we doen dan? Wat gaan wij doen dan? Oeh. Nee. Dat was je dikke staat, schat. Kom hier. Kom hier. Wat is er allemaal? Tell me, vertel. Wat is er allemaal dan? Wat moet jij dan? Jutti, kom dan. Jutti. Nee. Kom dan. Hi. Wat doe je allemaal, schat? Wat ben je allemaal aan het doen dan? Wat ben je allemaal aan het doen dan? Oeh. Is een lekkere aandacht, hè?
Ja. Eigenlijk moeten wij en wij weer eens een keertje een fotoshoot samen doen, Alec. Ja, zal ik eens even oom Henk Ros vragen? Hey. Ben je eens een keer, eens even een andere keer en dan ook eens even met de andere twee hondjes erbij? Hm? Ja? En dan met papa erbij? Ja? Volgend jaar. Volgend jaar, dan wil ik eens een mooie fotoshoot met jullie alle drie de honden en met de baas erbij. En bij oom Henk Ros. Ja, echt wel. En bij oom Henk Ros, ja. Ja, echt wel. Echt wel. Hey! Dat is leuk. Ja, leuk? Ja. Dag. Tot later vandaag. Ja, tot later. Doei. Ga zitten dan. Over ben jij lief. Rustig. Easy. Jij bent lief. Ja. Ja, je bent lief. Ja, je bent lief. Oh ja, ja, je bent lief. Ja, dan moet je erbij komen. Nee, kom hier. Kom hier, knuf. Zo, en toen? Toen was jij er ook. Hi. Oh ja, oh kindje toch, hè. Oh ja, en jij wil lekker knuffelen, hè. Altijd, hè. Oh. Ja, en daar is Lady weer. Ja. Ja. Ben je lief? Ben je maar aan het doen? Ben je maar aan het doen, schatje? Oeh. Kijk eens daar. En waar is het cameraatje? Waar is het camera? Oeh. Je trapt er niet in, hè? Papa komt zo. De baas komt zo. Wat zie je allemaal? Ja, je bent lief. Ja, maar even. Hey! Nee, ik wil niet. Hey! Niet? Ja, oh ja, piepdoos. Ja, dus pieperdoos. Pieperdoos. Oh ja, pieperdoos. Ja, want er zit hier ook nog iemand. Ja, niet te vergeten. Nee, kijk. Die zit er ook. Hè? Speedy. Ja, nou, ik zit dus even in de auto. En dan zit ik nou niks van niks. Brody komt er ook nou niet aan zitten, hoor, zo. Ik ben eventjes mijn huis even uitgevlucht, want ik werd een beetje gek van Ro. Want we hadden dus van de week even een film gekeken. Maar hij zegt iedere keer van ja, maar alles wat ik wil, dan doen we dat toch? Alles. Nee, maar zo werkt het niet. Net zoals, er zijn een hoop, zoals Ro en Ro zijn oude begeleidster. Die dacht dus altijd dat Ro dus namelijk aseksueel is. Dus ik heb totaal geen seks met hem. Totaal niet. Ja, als ik tot zo hoog ben, ja, dan doe ik het zelf, zeg maar. Zoenen is er niet bij. Knuffel vindt hij eng. Want dan verstijft hij. Ik kan eigenlijk niks doen bij hem. Of hij vindt het eng of vies of bah.
Dus ja, en dan heb ik zoiets van, ik hou wel heel veel van hem, echt serieus, ik hou echt heel veel van hem. Maar hoe moet ik dan verder? En dan zegt hij wel iedere keer van ja, maar dan gaan we toch scheiden. Maar dat maakt me dan zo kwaad, want in mijn eerste, ja, tweede weet ik veel, mijn echte eerste relatie zou ik ook eigenlijk echt gaan trouwen. Maar 6 weken van tevoren vond diegene het leuk om alles af te zeggen. Dus ja, dus dat is gewoon, ja, daar zit dan weer een soort van angst bij mij in. Want ik wil hem gewoon niet kwijt, want het is een schat van de vent, echt waar. Maar ja, er zijn ook gewoon een beetje struggles tussen onze relatie, zeg maar. Want ja, hij wil geen seks, want alles is vies, maar eng. Ja, en dat doet me zeer. Dan denk ik van, ja jongen, je mist zoveel in je leven, naar mijn idee. Hoe moet ik daarmee omgaan? Ik weet het niet. En hij denkt vele malen sneller dan mij. Ik weet het soms niet. En dat gaat bij mij soms op, gewoon omhoog lopen, omhoog lopen, omhoog lopen. Totdat mijn bom barst, zeg maar. Dus ja, ik weet het gewoon niet. Dus, en mijn begeleidster is er ook. Maar ik ben gewoon even uit huis gelopen, het regent. Ik had iets aan. Dan ga ik ook niet buiten lopen. Ik had mijn autosleutels meegenomen. Dus ik weet het gewoon even soms niet. Van hoe moet ik ermee omgaan? Hoe kan ik hem ermee helpen? Hoe? En dan hebben we nu wel afspraken gemaakt om dus 1-2 keer in de week een knuffel te geven. Maar dat is niet zoals ik voor ogen heb. Als ik gewoon een knuffel wil, dan moet ik een knuffel kunnen vragen. Maar dat en dat vindt hij zelfs eng. Denk ik van ja, kan ik dan beter krijgen? Moet ik dan echt bij hem weg? Hoe en hoe gaat mijn leven er dan weer uitzien? Stel, en we gaan wel scheiden. Hoe dan? Ik hou zoveel van die jongen. Soms is het inderdaad, als je echt van elkaar houdt, moet je zulke stappen nemen. Weet ik ook wel, maar ik weet het gewoon soms ook gewoon echt niet. Echt gewoon niet. Hoe zouden jullie hiermee omgaan? Hoe? Want ik weet het gewoon niet. Ik snap het niet. Het is allemaal zo lekker makkelijk. Ja, maar dan gaan we toch scheiden? Nee. Want en ontspanning, dat, en dat vindt hij ook niks. Een discussie, nee, hij gaat het liever uit de weg. En mijn vorige ex, en die ging juist tegen me in. En dat vond ik fijn. Ja, dan maar even rustig, maar ik kan nooit zo lang boos blijven. Het is altijd maar 5 of 10 minuten en het is klaar. Net zoals, ik heb nog heel graag een kinderwens, heel graag. Rodi wil het niet. Mijn ex die wou het ook niet. Want ja, het lijkt wel of ik op mannen val die helemaal geen kinderen willen. Niks, snoppen, nada. Ben ik dan zo slecht? Dat gaat dan in mijn hoofd om. Wat doe ik dan verkeerd? Ik heb totaal geen seks. Helemaal niet. Dus hoe dan? Ik weet het gewoon niet. Ik snap het niet. Echt gewoon niet. Ik begrijp het niet. Hoe kan je geen seks hebben? Ik wil heel graag seks hoor. Daar raak niet van. Ja. Maar ja. Ik weet het gewoon niet. Hij doet ook niks bij zichzelf. Daar niet van, echt helemaal niks. We zijn gek op elkaar, maar als dit zo is, ja. Ik denk dan, het is heel lullig, maar ik wil er eens niet over nadenken. Echt gewoon niet. Liefst niet, maar wat is dan handig? Is het dan inderdaad handig om, als je toch zoveel van elkaar houdt, om inderdaad
te gaan scheiden en dan als vrienden verder te gaan? Of hoe dan? Ik zie het niet voor mijn neus, echt niet. Ik ben zielsgelukkig met hem. Hij maakt me gelukkig, maar niet met een knuffel. Niet met... Echt, geen knuffel, geen seks. Geen en geen kus. Ik mag hem niet eens aanraken. Ik mag hem niet aan zijn kont komen. Aan zijn... Nee, dat wil hij allemaal niet. Hij komt niet aan mij. Hij wil mij niet en niet naakt zien. Niet. Totaal gewoon niet. Ja, en dat frustreert af en toe. Ja. Dus ja, wat nou handig is, ik weet het niet. Ik weet het echt gewoon niet. Maar ik ga zo wel weer naar binnen. Even kijken wat ze te melden hebben. En als ze niks te melden hebben, dan gaat Rome lekker naar huis. Dan neemt de twee zusjes mee. En dan gaat mijn begeleidster ook lekker weg. Want ik ben er helemaal klaar mee. En dan zoeken ze het allemaal maar allebei lekker even uit. Dan hoef ik Rome ook van, denk ik vandaag niet te zien. Ik weet het niet. Want ik kan ook zomaar op de blad om de boom omdraaien. Ik weet hoe ik ben. Want ik kan niet zo lang zonder Rome. Dat is het probleem, want ja, nou niet het probleem, maar dat is het beestje van het aard. Want ik kan dat gewoon niet, punt. Dus ja. Het doet me pijn. Als ik er al aan denk, aan het woordje scheiden al. Ben ik dan zo slecht? Heb ik dan zo'n kutjeugd gehad? Want ja, zo'n goede jeugd heb ik ook niet gehad. Want ik ben geen voorbeeld, zeg maar. Ik word volgend jaar 35 en ik heb nog steeds geen kind. Hoe dan? Ik snap het niet. Lijkt me of iedereen het maar, moet ik zeggen, gewoon tegenwerkt. Of ik zelf kan ook, ik weet het niet. Maar ja, daarom zeg ik al, ik hou heel veel van hem. Maar om dus dan weer opnieuw op date te gaan, ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat me tegenhoudt. Ik weet het gewoon echt, gewoon serieus niet. Gewoon niet. Dus mochten jullie tips hebben, tips, tricks, graag. Ik hoor het heel graag van jullie. En dan droog ik mijn tranen en dan ga ik zo naar binnen. En dan weet ik nog niet wat ik vandaag de rest allemaal ga doen. Weet ik echt niet. Totaal niet. Ja, vlog staat het er. Denk ik, hoop ik. Als ik eraan toe kom. Nou, ik ga mijn jas aan doen. Zien jullie zo. Zo, het is inmiddels nu 9:50 in de avond. Zoals je kan zien op de klok, denk ik, dat je het kan hebben kunnen zien. Maar vanmiddag ging... ik kan wel zeggen, het ging niet helemaal lekker. Nee, dat ging het ook niet. Maar Ron, ik heb het aardig even weer bijgepraat. Tot zover. We zijn de hele dag daar druk bezig geweest bij de PC. Want ik heb een nieuwe zorgverzekeraar. Ja, goedkoper. Bij €17 goedkoper ongeveer uit. Tussen de 10 en €7. Ja, ik ga nu iets van 163 euro of zo, €64. Dat is een heel stuk goedkoper. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, en dan nog met mijn eigen risico erbij. Dus helemaal top. Ja, helemaal top. Ben je benieuwd bij welke? En wil je ook even overstappen? Ik denk dat ik ook nog wel eventjes live ga op YouTube zelf. Morgen of zo dat ik dit ga vertellen. Dus dat is ook altijd handig. Maar dan staat dit dus nog niet online. Nee, want dit komt pas volgende week online. Dus eens even kijken. Ik moet nog editen. Ik had een heel lijstje gemaakt met afwas. Nou, de afwas is gedaan. Honden uitlaten. Wat ook nu gedaan. Ik wou nog de was opvouwen, maar dat is niet aan toegekomen. Daar kom ik eigenlijk nooit aan toe. Want dat vindt mijn rug namelijk niet zo leuk, maar oké. Maar naar het zoveel werk op en op de computer, zeg maar, waren gewoon echt allebei moe. Dus ik heb Ro meegenomen. Ik zei al, dus ik pakte zijn hand. Toen zei ik van, vertrouw me. Wat gaan we doen? Ik zei, vertrouw me.
Dus toen liep hij achter me aan. Ik zei, we gaan nu even lekker liggen op bed. Nou, hij is dus even lekker in slaap gevallen. Lekker warm naast me. Heerlijk. En ik ben in slaap gepleurd. En ik kwam om 9 uur pas er weer rond. 9:15 er weer uit. Ja. En ik ben nog steeds moe. Maar ik moet nog wel even een vlog in elkaar pleuren. Voor jullie. Anders hebben jullie niks. Nee. Ik loop een beetje achter. Nu weer. Maar oké. Okay. Zometeen nog even 1 of 2 even in elkaar zetten. En dan is het ook weer gedaan. Ja. Dus ja. Dus dat eigenlijk. Ik heb hier 2 katten. Eentje hier. Kijk, daar. En eentje. Ja. Die zit hier. En dat is Draki. Ja, en ik zit lekker onder de dekens. Heerlijk op de bank. Ja. Dus ja, eigenlijk alleen maar een beetje mij gezien vandaag. Maar dat maakt ook niet uit. Nee. En elke huisje heeft zijn kruisje. Ook daar ben ik van bewust. Ja. Maar alsnog ben ik wel benieuwd. Hoe gaan jullie ermee om? Of hebben jullie wel intiem? En ja. Wie zal het zeggen? Ik niet weten niet. Nee. Hi kerel. Hi kereltje. Hi mannetje. Spiri. Hi mannetje. Hi kerel. Speet. Ja, prut. Heeft geen zin om bij me te komen, denk ik. Nope, helemaal, dat maakt niet uit. Geeft helemaal niet. Ik ga nog even wachten op Ro. En misschien komt hij nog er even op. Je weet het nooit bij ons. Dus ja. En anders ga ik straks nog even een videootje editen. Het is niet zo heel lang meer om die in elkaar te zetten. En dan knal ik hem op YouTube. Volgens mij heb ik er al 1. Ja, volgens mij wel. Vanmorgen. Ja. Daar hebben we dus rode riek. Nu nog een beetje lasagne. Ja, yep. Lekker, lekker, lekker. Ja. Hey, schat. Hey. Waar is ze lief? Huh? Hey. Waar is ze lief? Nee. Niet, waarom? Tell me. Huh? Hoe bedoel je? Pipo de clown? Ja. Hoe bedoel je? Zoals je zegt, die bedankt. Ja, en die vat ik even niet. Die kan wat, toch? Ha, 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 grappen maken. Maar doe een piepo, met een ander op. Oh, oké, okay, ja. Nou, ik jou begrijp. Piepo. Ja. Filtje. Ja. Dus bij het oversteken, wij staken aan de ene kant op, bij de andere kant. En die kleine ging dan de andere kant op. Dat is die goed? Nee, precies. Dat is filtje. Ja. Een chocolademelkje. Melkje? Melk, chocolademelk, lactosevrij. Ja. Doe me gewoon in een glas of zo hoor. Doe me gewoon in een glas of zo hoor. Komt er aan, mevrouw. Oh. En mevrouw nog wel? Scurry. Ja. Dit past goed? Ja hoor, is goed. Is helemaal prima. Schoenen overal. Struikelschoenen. Ja. Struikelschoenen. Helemaal top. Regent? Nee, het regent niet. Maar wat hoor ik dan tikken? Nee. Ik hoor iets tikken, maar dat had ik net niet. Ja, het tikt iets in de keuken.
Ja, ik kan het even niet plaatsen, nee. Is dat het en de kraan of zo op een pan aan het druppelen? Ik weet al volgens mij wat het is. Kom eens hier even kijken. Nee, volgens mij weet ik al wat aan het tikken is. Verwarming. Nee, als je nou even deze kant op komt. Dat dus, waar je met je hoofd tegenaan komt. Dat, en dat hoor ik dan. En door de muur heen. Ja. Hoe kom je erachter op die manier? Ja, dat hoor ik dus. Ja, nou, ik zal nog sowieso al nog laten zien wat ik eigenlijk vandaag op en op de planning had. Nou, dit is sowieso gedaan, afwas. Ja, die kan ik mooi afvinken. Hondenuitlaat is sowieso gecheckt, gedaan. Deze is ook geweest, ja. En zorgverzekeringen vergelijken, want ik ben ook overgestapt. Ja, vlogs editen. Niet gelukt. Auto schoonmaken ook niet gelukt. Oudejaarsvlog ook niet gelukt. Deze is niet gelukt. En was opvouwen ook niet. Dus ja, dat is 1, 2, 3, 4, 5 dingen wat niet is gelukt. Maar oké, morgen nog een dag. Yes. Kijk eens hoe lief dit nou weer ligt. Daar, daar. En daarheen. Ja. Dus ja, ik ga lekker deze vlog lekker afsluiten. Dus ja, vond je deze vlog nou leuk, interessant, saai, weet ik veel, niet motiverend. Want dat was het sowieso vandaag niet. Maar oké, elk huisje heeft zijn kruisje. Dus ja, ook wij hebben wel eens eventjes wat het niet helemaal goed gaat. Maar ja, dat is ook leeftijdsverschil, zeg maar, zeg ik dan altijd weer. Dus, want ja, Ro is toch sowieso al 20 jaar ouder. Die wordt eind deze maand is die ook alweer jarig. Dus, ja, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want dat is heel goed voor mijn kanaal. En een duimpje ook. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog.